En van de kinderboekenweek is het maar een kleine stap naar Lotte van Winsen. De 10-jarige Lotte uit Ewijk wil later namelijk graag schrijfster worden. Toch is ze op dit moment nog met hele andere dingen bezig. Lotte is namelijk de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Beuningen. Dinsdagavond maakte ze kennis met de gemeenteraad en liet ze alvast weten wat haar speerpunten worden in het aankomende jaar. Ik ben Lotte en ik ben dit schooljaar de kinderburgemeester van de gemeente Beuningen. Het is best even spannend als alle ogen op jou zijn gericht en je naast de grote burgemeester ineens jouw plannen kenbaar moet maken. Toch presenteert Lotte ze met trots. Ik had 3 punten en mijn eerste punt was meer groen op het schoolplein, want er zijn al heel veel tegels. Meer rolstoelspeeltjes stellen, want dan kunnen kinderen met een beperking ook samen met ons op een speeltoestel spelen. Want mijn zusje heeft ook een beperking en daarom kan ik nooit lang meespelen met andere kinderen in een speeltoestel als zij erbij is, want dan heeft zij niks te doen. Maar natuurlijk denkt Lotte ook aan andere mensen. Dat we meer samen kunnen doen met senioren. Want die zijn vaak eenzaam en dan kunnen we bijvoorbeeld een spelletjesmiddag. En zij vinden dat leuk, want dan kunnen ze samen met ons zijn. En dat is ook leuk voor ons. Voor burgemeester Bergman is het hebben van een kinderburgemeester een mooie connectie met de jongeren in de gemeente. Het heerlijke vind ik met de jonge mensen eigenlijk. Die zijn nog heel idealistisch over de wereld en we moeten zorgen voor elkaar. En wij zouden als volwassenen dat eigenlijk nog wel een beetje meer vast moeten houden eigenlijk. Want ze heeft haar ideeën nu ook verteld, die 3. En dan denk ik, wij kijken dan iets meer door de ogen van de kinderen. Dat vinden we ook belangrijk. Dus je leert meer van elkaars wereld. Ik denk dat dat heel nuttig is. Voor Lotte kan haar termijn als kinderburgemeester nu echt beginnen. Voor haar persoonlijk komt het hoogtepunt er al snel aan, want dat is natuurlijk de intocht van Sinterklaas. En wat maakt die zo leuk? Wat mag jij dan doen als kinderburgemeester? Dan mag ik het podium opkomen en Sinterklaas een handje geven. Jij mag ons nog een applausje voor